En nog wat groente, allemaal wat rauk was wat op moest. Dus dat hebben we lekker gegeten. Ik had niet super veel trek, want we hadden nog een borrel aan het einde van de dag. Zo. Heerlijk gegeten. Nu naar boven. Dan kun je dan mijn kop al zien. Ik heb ontzettend gehoest weer. Rafi, kom. Kom op. Kom. We gaan opstaan. Goedemorgen aan deze morgen. Het is vandaag dinsdag 9 november, gok ik. Ja, denk ik wel. Ik weet het eigenlijk wel zeker. 9 november 2021. Het is 10 voor 7. Net lekker met Rafi gelopen. Het was wel oké buiten. Niet heel koud, niet heel warm. Gewoon prima temperatuurtje. En ik heb vandaag een best volle dag. Maar we eindigen wel leuk. Dus dat is wel fijn. En ja, verder gewoon de gewone dingen rustig aan doen. En dan komt het vanzelf allemaal wel goed. Niet te veel willen. Dat is denk ik vooral het belangrijkste. Meestal wil ik veel te veel op een dag. Nou ja, nu maar even rustig aan. Shake-lekkertje. Ik ga voor een koffieshake vanmorgen. Ik heb geen koffie te zetten. Is een gevalletje twee vliegen één klap. Ik zit even te kijken ondertussen naar mijn orchideeën. Zeg, de een na de ander maakt nu weer bloemen. Dus dat is leuk. Maar ik moet wel even ervoor zorgen dat ze dus dan ook goed gaan groeien. Dus daar moet ik donderdag even tijd aan besteden. Vanavond gaan we andere dingen doen. Wie is de chickie? Had ik jullie al verteld dat ik gisteren nog heel snel aan het einde van de dag deze heb opgehaald. Twee nieuwe auto's. Die van mij die staat al in het rijtje en deze die gaat naar mijn neef. Niet het, mijn kleine neefje, want die heeft hem zelf bij elkaar. Tenminste, zijn moeder heeft en ik heb hem samen bij elkaar gespaard. En die kon zij ook ophalen, maar deze is voor mijn andere neef. En we hebben dus drie auto's bij elkaar gespaard. Deze staat hier, want die is eind van de maand is hier jarig, dus dan gaan we daarin. En, dat zat ik me net te bedenken, over een poosje is ons kleine mormeltje jarig. 20 november wordt hij 3. Dus we moeten ook nog een cadeautje voor bedenken. Hij moet in elk geval iets warms hebben, iets van een jas of zo. Of een trui, want hij heeft het echt koud morgen als we gaan lopen. Het is ook koud, het is niet super koud, maar hij heeft het echt wel koud. Hij ligt echt een poos daarna op de bank te rammelen. Dus, en dan loop ik niet eens heel lang, iets van een half uurtje. Dus daar moet ik wel wat op verzinnen. Maar ik ga aan het werk, ik zie jullie vanmiddag weer. Laters. Hallo, ik ben weer thuis. Ik heb inmiddels al gegeten. Ik had nog een kippenpootje. Ik heb aardappeltjes gekookt voor Emily en mij. En nog wat groente, allemaal wat rauwkost wat op moest. Dus dat hebben we lekker gegeten. Ik had niet super veel trek, want we hadden nog een borrel aan het einde van de dag. En ja, dan weet je dat het dan om 4:30, 5 uur. Dus dan heb ik echt niet zoveel trek meer. Inmiddels is het 7:50. Ik ga zo meteen even lekker rustig zitten, want ik heb een paar zere pootjes. Ik heb me verstapt en op een drempel, heel klein drempeltje, is net mijn teen zo lekker omgeknakt. Oh. Maar goed, ik ga even een klein beetje hier opruimen en dan ga ik even lekker lang uit zitten. Zo, nou eigenlijk zou ik moeten editen. Deze en die van zondag.
heb ik even geen energie voor. Dat doen we morgen. Lijkt me veel beter plan. Ik ga lekker even onder de douche staan. En daarna ga ik languit in bed nog even het boek van Jack Ploy lezen. Goedemorgen, het is woensdagmorgen. Ik zie dat ik nog even iets beter mijn haar vast moet zetten. Ik wil Ravi roepen en die ligt gewoon al hier beneden zo, daar. Die was al beneden voordat ik beneden was. Is helemaal prima hoor, dat maakt echt niet uit. Maar normaal gesproken is hij niet naar beneden. Moet ik altijd roepen van Ravi, kom, we gaan naar beneden. En nu is hij er gewoon. Het is zo koud dat ik 's ochtends de kachel aan ga zetten. Die moet maar even weer aanspringen 's morgens. Ja. Maar goed, ik ga Ravi uitlaten. Het is 6:15. Mooie tijd. Ik ben zo weer. Zo, thuis. De pasta saus staat op. Dus ik heb een boek aan. Was net even spannend, sorry. Maar de pasta saus staat op. Ik ga eventjes naar de Deen om oregano te halen. Want dat heb ik niet meer. En mijn diepvries is ook leeg. Dus ik ga even gauw naar de Deen fietsen. En dan ga ik daarna eten maken, eten. En even lekker niks doen. Want jongen, een lange dag. Ik heb gehoest weer. Nou, heel vervelend. Zo. Heerlijk gegeten. Nu naar boven. Dan kun je dan mijn kop al zien. Ik heb ontzettend gehoest weer. Echt van die buien word je echt helemaal kriebel van. Maar nu ga ik twee video's renderen. Edit eerst. En dan renderen. Dus maar van de slag. Maar jongen. Het valt niet mee. Het zal wel weer overgaan hoor. Meestal duurt een weekje of 4. Het schiet aardig op hoor, daar niet van. Maar het is zo vermoeiend dit. Goed. Inloggen en aan het werk. Nou, ik zou eigenlijk niet meer editen, maar ik ga het toch nog maar even doen. Ik denk dat dat wel een hele verstandige keuze is. Anders dan wordt het zo'n berg video's waar ik tegenaan ga hikken. Zoals je hoort, ik hoest nog steeds als een malle. Knapt ook niet echt op. Maar goed, dat heeft de tijd even nodig. Ik heb wat andere medicatie inmiddels. Laten we hopen dat dat aanslaat en dat het dan allemaal wat beter gaat zijn. Ik wil je in elk geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was volgens mij niet zo heel veel. Ik heb moet nog even het filmpje, kaartje eruit halen. Dus ik weet het nog eigenlijk niet. Dus ik gok dat ik niet veel gefilmd heb vandaag. Laat thuis, vroeg weg. Dus ja, dan blijft er eigenlijk weinig dag over om nog te filmen. En zoals nu ook, het is dik donker. Ik heb vanavond nog een video opgenomen die morgen online moet. Dus ja, al met al blijft er nog niet zo heel veel tijd over. In elk geval, dankjewel. Tot morgen. Hele fijne dag. Als jij deze video's morgen hebt gekeken, kijk je naar 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Alvast tot ziens. Dag. Dit ei heeft gewoon video's opgenomen op een verkeerd bestand, op het verkeerde kaartje. Dit kaartje, daar ben ik mee bezig vandaag. Ik heb in principe voor elke dag een nieuw kaartje. En dan zet ik de bestandjes over naar de computer. En, nou ja. En ik dacht van, joh, wat heb ik toch weinig bestandjes van de maandag. Nee, dat klopt niet. Ik heb veel meer gefilmd. Ik heb het eten gekookt gefilmd. Ik weet het allemaal niet. Ik heb gewoon, omdat ik ondertussen ook bezig was met andere dingen, 2 schijfjes gebruikt. Ja, dat kun je lang zoeken, zeg maar. Ja, dan heb je vanzelf een heleboel bestandjes en een heleboel die eigenlijk bij elkaar horen, maar op 2 verschillende schijfjes. En als je dat dan in 1 mapje zet, dan is het best wel inderdaad, nou ja, nog een oké lengte qua video. Maar ja, dan moet je dat wel even doen. Dat heb ik nu maar gedaan. Ik ga nog eventjes zorgen dat die een beetje beter wordt. Want het was niet helemaal oké nog. Dus ik ga het nog even afmaken. Even een beetje beter pakken en knippen. Nou, de hoestbui op de 4 wielen is weer even weg. Ik ga lekker even douchen. Ik kan Ravi straks ook al even in mijn joggingbroek dat hele kleine stukje uitlaten nog. En dan ga ik eens kijken of wat leuks op tv is vanavond. Ja, ik heb echt geen flauw idee of er nog leuks op tv is. Of niet.
Ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik weet het echt niet. Meestal weet ik wel wat er op een dag op tv is, maar van de woensdag dan ben ik dan met andere dingen bezig en zo. Maar ik heb geen idee, we gaan het wel zien straks. Eerst even lekker douchen. Nou, dat was hier. De Drie Sterren Camping was op tv. Dat vind ik een heel leuk programma met Nick en Simon en Kees. Dus dat heb ik lekker even gekeken. Ondertussen met Valerie gebeld. Emily zat gezellig beneden. En inmiddels is het bijna 10 uur. Ga ik lekker op mijn bedje nog even een puzzeltje maken. En daarna ga ik lekker slapen. En Avi ligt al in zijn bed. Het enige wat daar nog uitsteekt is een neus. Hé? Ja, alleen jij dus. Poep, poep. Jij. O, jij. Onze grote pikkendief. Meneer had namelijk 2 paar sokken uit de wasmand gejat van mij. Het zal lekker ruiken. Ik denk dat het komt omdat het dan naar mij ruikt. En dat, ja, schijnen honden heel erg gevoelig voor te zijn. Dus we gaan het zien. Maar ik ga nog even het perfecte plaatje afkijken. Het is bijna afgelopen. En dan ga ik lekker een puzzeltje maken. Heerlijk. Haar kwam alweer uit die knot. Dat is nu wel geweest. Maar zo ziet het er dan uit. Als het de hele dag in zo'n knot gezeten heeft. Dan is het een soort van... En het is nu nog wel nat, want ik heb gedoucht. Maar goed, dat droogt wel weer op. Ik ga in elk geval lekker tv kijken. Zo, een dagje later. En inmiddels is het dus al 11 november. Dus de deurbel hoort, klopt dat? Want hier is het Sint Maarten. Daarover zal ik morgen meer vertellen. In elk geval wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik heb je meegenomen op de dinsdag en de woensdag. En dat waren 9 en 10 november 2021. Ik ben Suus van Vraag het Suus. En ik zie je heel graag terug morgen in een spliksplinter nieuwe vlog. Of van het weekend bij een bullet journal video. Of volgende week bij een huisarts video. Dus tot dan. Dankjewel voor het kijken. Hele fijne dag als je deze video's morgens hebt gekeken. En kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dag. Doei.